Het is weer zover, hè? Het is najaar, dus we kunnen weer aan het planten. Ja, jammer dat de mensen dat toch niet weten, dat het eigenlijk het plantseizoen is. Nee, het is gewoon verschrikkelijk dat ze dat vergeten zijn. Kijk, toen ik vroeger begon hier als hovenier was het heel normaal dat we in de tuinen bezig waren in het najaar. En dat we gingen planten, renoveren enzovoort. Het is jammer dat mensen het compleet vergeten zijn. Ja, maar dat is eigenlijk wat we nu hier ook doen. Borden opnemen, opnieuw inplanten. Dus we moeten mensen enthousiast blijven maken voor die tuin. Het is gewoon de tijd nu. Nou, waarom planten we eigenlijk nu in het najaar? Ja, weet je, het voorjaar, het klimaat is veranderd. Dus de grond in het voorjaar is per saldo droger dan in het najaar. Wordt ook steeds droger. En in het najaar is de grond vochtiger, dus dan slaat de plant makkelijker aan. Bovendien regent het vaker. Dus een plant krijgt veel meer kans in het najaar dan in het voorjaar. Ja, het is natuurlijk ook nog prachtig weer om niet te planten. Ja, eigenlijk ook niet heet. Gewoon mooi. Nou, weet je wat ook een voordeel is om nu te planten? Je kunt mooi zien wat je aan het doen bent. In het voorjaar dan hebben die planten bijna geen loven, zijn het kale sprietjes. En nu kun je gewoon zien welke plant het is en ook meteen welk effect dat het heeft. Die plant die gaat de winter doorwortelen, die maakt een sterk wortelgestel. En daar heb je dan in het voorjaar natuurlijk meer resultaat van en eerder bloei. De border is voller. Ja, het is meer eerder genieten.